Ja, je ziet aan alles dat het nu echt serieus gaat worden. Kim Collins. Iedereen gaat zijn gebaartjes maken. Dit zijn acteurs. Harry Akins. Goed, in de serie. Martina, eerst een stuk minder. Laatste deel, zoals eerder gezegd, sterk. Ja, dat gebaar maakte hij ook. In Peking. Martina in 5, Collins in 3. Ja, het lijkt goed. Lijkt goed voor Tjurendi. Martina kan zich optrekken. En daar komen de laatste krachtige passen. Martina wint. Ja, 9,96. Onder de 10 seconden in Nederland. Onder de 10 seconden in Nederland. Hier heeft iedereen op gewacht. Nog nooit gebeurd. En zo vroeg in het seizoen dus al onder de 10 seconden. Ja, hij staat er zelf ook van te kijken hoor. Hij benadert notabene zijn nationale record gelopen in de Olympische finale. 9,93, toen hij vierde werd. Toen had hij een slechte start en was hij op het laatste stuk fantastisch. Nu was die start goed. Relatief goed voor Martina. En dan zie je dat er in één keer een toptijd uitrolt. 9,96. Beste jaarprestatie. Hij duikt onder de tijd van Daniel Bailey uit Antigua. Ja, er is wel sneller gelopen, maar met te veel rugwind, dus dat telt niet. Martina, het middelpunt. Hij won al eens eerder de 100 meter hier, bij de FBK Games. Hij won al eens de 200 meter, daar met zijn manager, Caroline Veit. Hij maakt het dus volledig waar in Hengelo. De Antilliaan vertrekt vanuit baan 5. Heeft een goede start. Kan zich optrekken aan Harry Akins. Snel was ook gestart Simeon Williamson. Die valt dan terug. De laatste meters van Martina zo sterk. Nog één keer Martina. Daar het hoofd rechtop. En dan die lange krachtige passen. Zo vroeg in het seizoen. De beste van de wereld. 100ste naar boven gecorrigeerd, 9,97. Maar nog altijd de beste jaartijd voor Tjurendi Martina.